De maanlandingen zijn in een tv-studio opgenomen. De 11 september aanslagen waren een inside job van de Amerikaanse overheid. En 5G-zendmasten zijn de echte oorzaak van de coronapandemie. Waarom geloven mensen complottheorieën zo graag? Allereerst, wat is eigenlijk een complottheorie? Een complottheorie is een vermoeden dat een groep kwaadwillende mensen in het geheim immorele of zelfs criminele doelen nastreeft. Een complottheorie hoeft niet per definitie altijd maar onwaar te zijn. Een complottheorie is onbewezen. En soms kan een vermoeden van corruptie natuurlijk volkomen terecht zijn. Denk eens aan het Watergate-schandaal. Stel nu eens dat jij in 1973 het vermoeden gehad dat president Nixon persoonlijk betrokken was geweest bij het afluisteren van de Democraten. Op dat moment was je volgens wetenschappelijke definities een complotdenker geweest. Maar dat betekent niet dat je ongelijk had gehad. Want later, in 1974, is die theorie door journalisten bewezen. En op dat moment is het dus geen complottheorie meer, maar een bewezen voorbeeld van een complot. Dat betekent ook weer niet dat ieder plausibel vermoeden van corruptie vergelijkbaar is met iedere vergezochte complottheorie. Zoals bijvoorbeeld de Flat Earth Theory. Dat is de theorie die beweert dat de aarde eigenlijk plat is en dat de wetenschap, de mensheid daarover al eeuwen voorliegt. Een belangrijk verschil zit hem in de methode waarop bewijs wordt verzameld. Ga jij te werk als een echte detective die zich baseert op betrouwbare bronnen om te bepalen of een theorie waar of onwaar is? Of baseer jij je op een denker uit de krochten van het internet? The earth is flat. Die beweert dat iedere foto door de NASA van een ronde aarde gefotoshopt is. Het lijkt misschien alsof er met de komst van het internet meer complottheorieën dan ooit tevoren zijn. Maar in feite zijn complottheorieën echt van alle tijden. In de Romeinse tijd al waren er veel burgers die dachten dat de handlangers van keizer Nero de grote brand van Rome hadden aangestoken. Ook in de middeleeuwen waren er heel veel complottheorieën. Zo dachten veel mensen toen dat epidemieën veroorzaakt werden doordat Joodse groepen de watervoorziening vergiftigd hadden. Eigenlijk is het heel logisch dat complotdenken van alle tijden is. Het heeft namelijk evolutionair nut. Vroeger, toen we nog als jagers en verzamelaars leefden, was de kans betrekkelijk groot om door andere groepen vermoord te worden. We hebben daardoor een soort natuurlijke neiging om andere groepen te wantrouwen. Als mensen bang zijn, proberen ze vooral zichzelf en hun naasten te beschermen en gaan daarbij uit van het ergste. Geloven in complottheorieën is dus vooral een reactie op angst. Hierbij geven mensen snel de schuld aan andere groepen die hun kwaad kunnen doen. Het is moeilijk je te wapenen tegen toeval of tegen zoiets onzichtbaars als een virus, maar je kunt je wel wapenen tegen een concrete, vijandige groep. We richten ons dan op groepen die we toch al niet vertrouwden. En wie die groepen zijn, dat kan per persoon verschillen. Vaak zijn dit machtige groepen, zoals politici, denk aan wetenschappers, bankiers en de media. Maar het kunnen ook groepen in de samenleving zijn die te maken hebben met stigmatisering. Denk aan etnische minderheden. Je hebt niet zoiets als dé complotdenker. Eigenlijk zijn we er allemaal in meer of mindere mate gevoelig voor. Stel je bijvoorbeeld eens voor dat jij op het werk aan het roddelen bent over hoe je bazen hun zakken aan het vullen zijn ten koste van hun personeel. Op dat moment ben jij eigenlijk ook een complotdenker. Er zijn wel bepaalde eigenschappen die de kans groter maken dat mensen in complottheorieën geloven. Zoals bijvoorbeeld, als mensen relatief goed gelovig zijn, mensen die wat lager opgeleid zijn, mensen die in complottheorieën geloven, geloven ook vaker in paranormale verschijnselen. En de politieke extremen aan zowel de linker als aan de rechterkant. Als mensen goed zijn in analytisch denken, is de kans juist kleiner dat ze in complottheorieën geloven. Complottheorieën zijn dus van alle tijden en komen ook echt in vele vormen. Sommige van die theorieën lijken enorm goed doordacht en beroepen zich vaak op hun eigen onderzoek. Maar in feite staan emoties aan de basis van complottheorieën en dan met name angst. Complottheorieën zullen dus altijd te verwachten zijn in bange tijden.